hartstikke goed. Ja. Hartelijk goedemorgen. Goedemorgen. Hele auto vol. Hele auto vol. Kruiden zijn van niks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel lang niet. Nee, ik ben hier ook nooit geweest. Nee. Kijk maar omhoog aan. Ja? Welkom in de Gebrandytoren, hoogste bouwwerk van, nou in ieder geval van Nederland. En nog steeds op één na het hoogste bouwwerk van Europa. In Moskou is dat gebouw wat hoger is. En ik moet zeggen mast, want we hebben masten en gebouwen en dat zijn twee verschillende dingen. Er zijn wel wat gebouwen die hoger zijn inmiddels, maar qua masten is dit nog steeds de één na hoogste die we hebben in Europa. Gebrandytoren is daarmee de oudste mast van deze omvang in Europa. 1961 is die gereed gekomen. Wij zijn Stichting Sloop Hobbyfonds, wij zijn met z'n drieën. Misschien als iedereen even heel kort even kan vertellen voor wie die de is. Calls, ik ben niet, Ja, dat is wel handig. Peter, begin jij maar. Ik ben Peter, PA3PM, secretaris van de stichting. En daarnaast doe ik ook nog Ham Digitaal, de website. En de opbrengst van die website gaat ook naar de stichting. Dus klik vooral op die reclames die je daarbij ziet. Okay. Ik ben Rolf, PA1PTP. En ik ben de penningmeester. Nou, en ik ben Ron, PB0ANL. En ik heb binnen de VZA heel veel petten op. Ik zit al een paar jaar in het bestuur. Maar andere functies zijn inderdaad ook het overleg met de overheid waar ik in zit. Ook samen met Misha trouwens. Met het zendstation, PI4V60 Alpha, die hier ook een klein beetje apparatuur heeft staan. Een heel klein beetje in vergelijking met wat jullie hebben. Maar daar zijn we natuurlijk jullie hartstikke dankbaar voor dat we daar gebruik van kunnen maken. Floris, papa Alfa 1 Foxtrot Whisky. Tegenwoordig vicevoorzitter van de VZA. En ik coördineer het IT een beetje voor de vereniging. Ik ben Gerard, PA0GVO. En ik schrijf natuurlijk voor de VZA. En als er nog wat projecten zijn, dan ben ik er ook actief in. En verder ben ik contactman met onze Belgische zustervereniging, de VRA. En Dennis, PA3WOB, penningmeester van de VZA. Kijk, jullie kunnen praten. Ja. PA3RGA. En ik ben de voorzitter van de VZA. Ja. Ook bekend, hè? Ja. Nou, ik ken jullie allemaal al, dus dat is makkelijk. Nou, ik ben dus Misha. Ik draag de kool PA in OKZ. Trots. Ik vind radioamateurisme nog steeds hartstikke leuk. Ik ben al sinds begin 2002 voorzitter van de stichting Hobbyscope. Dat doe ik al heel lang met heel veel plezier. Ook wel eens met nog minder plezier. Er gebeuren natuurlijk ook wel eens dingen die we minder leuk vinden, maar ik kan eigenlijk wel stellen, als ik me dan voorbereid op zo'n dag als vandaag, dan moet ik altijd even nadenken van wat wil ik jullie allemaal wel en wat wil ik jullie allemaal niet vertellen. En dan kom ik eigenlijk toch altijd door je van god, wat hebben we toch een fantastische hobby en wat hebben we toch ontzettend veel mooie dingen die we met elkaar kunnen doen. De historie van de stichting is wel een beetje naar de achtergrond gedrongen met wat we tegenwoordig doen, want het is wel veranderd. Ik kwam in contact met Paul Adriaanse, PE1RJV. En eigenlijk hadden wij alle twee een idee en dat kwam zo ver over elkaar dat we zeiden van nou, dat gaan we samen doen. Zo is PI3UTR ontstaan en PI2NOS ontstaan als boven regionale repeaters. En toen kwamen dingen heel snel bij elkaar, want de wereld veranderde ontzettend snel ineens. En het werd moeilijker en moeilijker en moeilijker om plekjes te kunnen gebruiken waar je iets kon doen. Gewoon hier 28 antennes op de mast. In Hilversum staat ook nog een hele kudde antennes. We hebben in totaal een achttal 19-inch racks verdeeld over verschillende locaties die helemaal vol staan met techniek. Dat is heel veel. En af en toe krappen we ook wel achter ons oor van moeten we niet heel hard nadenken over hoe we dat onder controle houden. We monitoren, want ja, dat kun je niet allemaal meer met de hand in de hand houden. Dat moet automatisch gemonitord worden. We monitoren ongeveer 270 apparaten. Gewoon kastjes met iets erin, met een IP-adres. Ja. Ongeveer 270, dus dat is best wel veel. En toch is dat alles wat we allemaal doen zodanig georganiseerd dat we dat met zo weinig mogelijk financiën kunnen doen. Want we weten wel, als dat groot wordt, dan krijg je een situatie dat het niet meer te behappen is. Het is mensen bij elkaar en we hebben altijd plezier.
Ik kan me ook niet voorstellen dat daar iets niet zou werken. Dat daar gedoe is of wat dan ook. Nou, we hebben er ook goede afspraken over, dus als er iets is, dat wat in Hobbyscoop staat, dat is van Hobbyscoop, zo spreken we dat af, zo moet dat ook. En dan kan je wel vertellen dat daar door verschillende mensen toch behoorlijk wat in geïnvesteerd is. Dat is ook privégeld. Maar ja, hobby kost geld, zeggen we dan. Hè? Dat is een beetje de tendens. Ook een kleine tiental servers, echt serieuze energieslurpers, zeg maar, om alles in goede banen te leiden voor repeaters, voor beheer. We hosten ook dingen voor derden, dat wil zeggen brandmeister, DMR, netwerk. Dat draait ook bij Hobbyscoop, dat weet niemand, dat is ook niet zo belangrijk. Maar dat is het hele DMR-netwerk, dat moet ook ergens staan. Dus nou ja, we hebben toevallig die goede poort naar buiten toe, dus laat maar komen. De ATV-repeater heeft een veeltal aan antennes die staan op de cabine op 220 meter. Dat gaat via glasvezel en die glasvezel-unit, daar komt uiteindelijk weer L-band uit, dus alles tussen 1 en 2 gigahertz. En dat wordt eerst via een hele reeks distributieversterkers verdeeld. Dat is een versterker met 1 ingang en meerdere uitgangen, zodat je daar meerdere apparaten aan kunt koppelen. Zo. Ja, binnen mogen we geen grote technische voorzieningen meer hebben. Dus doen we dat allemaal buiten op het dak, deze kast. Daar komt eigenlijk voornamelijk glasvezel binnen. Dat is tussen de verbinding tussen de 20e verdieping en het dak van de cabine. En dat wordt via de achterkant omgezet, zit daar korkkabeltjes aan die naar alle antennes gaan. Nou, onder meer via glas hebben we ook netwerk hier. Dus hier staat een switch waarmee we alles weer kunnen besturen en uitlezen. Twee switches trouwens. Daaronder zit een coax relais, die wordt gebruikt voor wideband FM op 70 centimeter en voor digitale televisie op 70 centimeter, DVB-T. En daarmee kunnen we schakelen tussen de antennes 1, 2, 3 en 4, dus de verschillende richtingen. Eronder van Ericsson een aantal professionele digitale ontvangers voor DVB-S en DVB-S2, dus dat wil zeggen ook HD. Daar ontvangen we enerzijds alle digitale amateurtelevisiezenders van zendamateurs, maar ook andere repeaters. In eigen beheer hebben we een aantal analoge ontvangers gebouwd. Die zijn gebouwd door Edwin, PD2 EBH. Dat is waar de groene lampjes knipperen, zeg maar. Dat zijn eigenlijk een soort van satellietontvangers met een hoop logica en slimheid eromheen. Om enerzijds beeld te kunnen ontvangen op verschillende banden van 23 centimeter tot 24 gigahertz, analoog met digitaal NICAM geluid eventueel. Helemaal onder in het rek, de paarse units zijn de units die ervoor zorgen dat we alle ontvangen signalen, alle beelden bij elkaar kunnen mixen en daar een mozaïek plaatje uit kunnen maken. Dat is de Kaleido, we noemen dat de Kaleido. Die maakt twee plaatjes, namelijk het analoge televisiezenderplaatje en het digitale zendertelevisieplaatje. Die verschillen. Het digitale plaatje is trouwens in HD. Waar het eigenlijk voor een belangrijk deel om draait, zijn natuurlijk de zenders. Eigenlijk zijn dit de twee units die ervoor zorgen dat het analoge televisiesignaal gemaakt wordt. Die zender die vloeistof gekoeld is, die staat op het dak van de cabine. Dat is de analoge televisiezender voor PI6 ATV. En die krijgt zijn signaal hieruit. Dus hier komt L-band uit. Ongeveer 1 gigahertz, zeg maar. Dat gaat via glasvezel naar het dak van de cabine en dat gaat daar de analoge televisiezender in. Gebouwd door Edwin, PD2 EDA, dus ziet er allemaal super goed uit. Eigenlijk is dit de eindversterker, die is vloeistof gekoeld en die is goed voor tot 15 watt uitgangsvermogen. Wordt dan keurig op temperatuur gehouden door een pompje. En zo gaan we via glasvezel, wat L-band is, over naar L-band via coax. Dat gaat dan de mixer in en wordt dan 10 gigahertz omhoog gemixt. Audio maken we in de audiomodulator, dus hier worden eigenlijk allerlei audiosignalen worden ingestopt. En dat gaat vervolgens via de stuurzender ook weer naar de analoge televisiezender. En dat audio, dat gaat vervolgens weer via deze drie mixers. Dat zijn eigenlijk, zeg maar, in 19 inch uitvoering mengtafels die we dan digitaal kunnen bedienen via een scherm. Hier hebben we eigenlijk twee FM-tuners die wij misbruiken voor breedband FM ontvangst op 70 centimeter. Hieronder vindt de hele digitale processing plaats. Als we de digitale televisiezender kijken, dan komen er allerlei signaaltjes uit digitale ontvangers in MPEG bij elkaar. Dat wordt allemaal bij elkaar gepropt, getranscode en alles om ervoor te zorgen
dat in één grote digitale videostream gemaakt kan worden. Die digitale videostream wordt vervolgens hier in deze digitale televisiezender gestopt, waar ook weer rond de 1 gigahertz uitkomt. En dat gaat via glasvezel naar het dak van de cabine op 220 meter. Dit kastje valt niet veel aan te zien, want alles zit erin. Dan zit er geen knop op verder. Is onze web-SDR. In deze kast zitten, als ik het goed zeg, 12 web-SDR-ontvangers. Die vervolgens weer aan de server hangen die erboven staat. Dus die server doet het grote rekenwerk. En zorgt ervoor dat we op alle microgolfbanden SDR-ontvangers beschikbaar hebben. Op 220 meter hoog hangt een kast identiek aan deze unit. Dit is een unit die maakt van L-band. En L-band is de band tussen ongeveer 1 en 2 gigahertz. Maakt die licht, glasvezel. Het is een uitermate handige manier om verliesvrij of verliesarm radiosignalen en televisiesignalen te kunnen transporteren over grotere afstand. Voor alle smallband repeaters hebben we een hele dikke power supply. Die maakt 13,8 volt en ongeveer 60 ampère. Nou, daar kunnen we zodanig veel zenders mee voeden. Dat is meer dan voldoende. Voor PI2NOS hebben we een hele dikke kabel van hier naar 350 meter lopen. En ook al is die heel dik, hij is 1/5 inch dik. Ook al is hij zo dik, dat geeft natuurlijk best wel wat verlies. En dat compenseren we hier met een dikke eindversterker. Om ervoor te zorgen dat PI2NOS met voldoende signaal zeg maar uit kan zenden en iedereen er gebruik van kan maken. Dus op 350 meter staan onze zendantennes voor de smallband repeaters. Op 300 meter staan de ontvangstantennes. En een van die antennes is een 70 centimeter antenne. Die staat op 300 meter. Daar hangt ook een grote voorversterker met een filter. En dat gaat via coax, dus niet via glas. Helemaal hier naar de 20ste verdieping op 70 meter hoog. Komt in deze unit uit. Zit één input in en weer 8 uitgangen op 70 centimeter. Zodat we daar en alle repeaters voor ontvangst mee kunnen voorzien. En de web-SDR. Zodat we eigenlijk overal meer dan een uitstekend ontvangstsignaal hebben. Dit is de TB8100 repeater die gebruikt wordt voor PI3UTR. Dit is opstelpunt IJsselstein. Zo zijn er verschillende. Dus we hebben een stuk of 4 van deze units in gebruik. Die allemaal met elkaar gekoppeld zijn voor een dekking over een groot deel van het land. En deze repeater gebruikt ook een aantal filters om zender en ontvanger goed te kunnen scheiden. Dus dat is een duplex filter systeem. En die liggen eronder. Eigenlijk is alles wat bij elkaar komt gekoppeld via netwerk. Dus we hebben in ieder rek hebben we een switch hangen. Die vervolgens er weer voor zorgt dat we kunnen monitoren, kunnen besturen, kunnen schakelen. Dat schakelen van bijvoorbeeld netspanningen gebeurt in deze units. Zogenaamde PDU's, Power Distributie Unit. En dit zijn dan hele luxe waarbij we per poort, per lampje zeg maar, per uitgang een spanning aan of af kunnen schakelen. We kunnen ook stroom meten, zodat we precies weten hoeveel energie er wordt verbruikt. En zo hebben we controle over alle apparatuur. Mocht zich iets ophangen, kunnen we zo makkelijk op afstand bijvoorbeeld een reset doen of iets uitzetten als er werkzaamheden zijn in de toren. En we bijvoorbeeld een zender uit moeten schakelen of zo. Dat kan op die manier heel gemakkelijk. Voor de rest komen hier alle kabels bij elkaar en wordt het allemaal gedistribueerd. Men zegt dat het beton hier, dat is ongeveer 1,5 meter dik. Daar staat dus die mast op. Men zegt dat over tijd, en je kunt een knikker hier neerleggen rond in het midden, dat het eigenlijk een beetje ingeduwd is. Dat is ook berekend, dat hoort zo. Dat corrigeren ze weer met de treklasten op de tuikabels. Dus het schijnt een beetje ingezakt te zijn door de druk. De druk op de mast, het gewicht van de ton is ongeveer 600 ton. 600.000 kilo aan staal. En als je daar nog bij optelt de windlast, versus de treklast van de tuien, dan kun je misschien voorstellen dat gigantisch is. Maar daar staat dus alles op. Je moet je voorstellen dat die voet, eigenlijk staat hij maar met 4 bouten vast als ik het goed zeg. Dus dat is allemaal niet zo spannend, maar het kan nergens heen. Als het maar niet kan schuiven is het goed. Dan zitten er 2 grote pennen erin waarop eigenlijk de toren een beetje dit kan doen, een beetje kan bewegen. De hele mast moet ik zeggen, de buismast. En dat is eigenlijk de basis van de constructie. Voor de rest is het alleen maar staal. We staan hier op een klein bordes op de 24, een heel laag bordes. En omdat die zo laag is, is hier weinig commercieel belang. En daardoor hebben wij hier plekjes voor linkverbindingen. Daar staat een mastje met allerlei linkjes. En hier hangt een kast die alles weer bij elkaar brengt. En daar zit in voeding, daar zit in een switch. Daarin zit alle bekabeling en patching. En dat gaat allemaal via deze boom kabels. Door het luik hier,
netjes vereffend met allerlei aardkabeltjes en dergelijke. Gaat naar binnen en dat gaat uiteindelijk naar de 20e verdieping waar het weer in onze REX terecht komt voor hamnetverbindingen en amateurtelevisie. Als we dan naar deze kant kijken, komt de schotel met data naar Hilversum toe. Dus deze schotel krijgt naar Hilversum en in Hilversum staat er nog zo een. En op die manier hebben we verbinding met Hilversum en kunnen we van alles aan elkaar verbinden via Hamnet. Dit is ook zo'n schotel naar Gouda. En zo hebben we ook een aantal antennes voor de ontvangst van amateurtelevisie-repeaters verderop in het land. Eentje naar Zaandam, eentje naar Hilversum en nou zo nog een heleboel meer. En door deze mastjes en deze interlinkverbindingen, hier staat HLM op, dat is Haarlem. Ja, hebben we eigenlijk een groot netwerk van radio- en televisiesignalen. We hebben hier nog wat verbindingen. Dit is de ontvangst van Arnhem, PI6ANH, amateurtelevisie. En deze is, dat zal er wel op staan, Zoetermeer. Die gaat naar Zoetermeer. En dan nog twee schotels voor Hamnet. Eentje gaat naar Dordrecht, dat moet die zijn, de onderste. En die bovenste, dat is een goede vraag. Ik weet het niet meer. Nou, dit is dus het hoogste puntje van de betonnen toren. We staan dus nu hier in dit stukje cabine. Met de lift gaan we naar boven. Hier hebben we de cabine, die zit op 220 meter. En op het dak van de cabine staan onze meeste antennes. Veel slotantennes en dat soort techniek. Daar gaan we zo dus even kijken met twee man. Maar we gaan nog verder naar boven, want we hebben op, moet even kijken, dit bordesje, dit kleine bordesje, hebben dus twee antennes staan. Eentje voor V en eentje voor UHF. Daar ontvangen wij op. En op 350 meter staan onze zendantennes voor P2NOS, P3UTR. De PI4VRZ-alpha staat hier bovenop. Dus we hebben twee van die dikke kabels naar boven liggen. En dan nog tal van kleine kabeltjes. En er liggen twee fibers van ons naar boven. Ik weet niet meer precies waar hoor, want het verdrinkt gewoon in al het kabelgeweld. Maar door al die kabels nu, die twee grote pijpen die liggen links, nou, daar gaat Digitenna overheen. Twee keer, want wat ze doen in de top, er zijn 8 antennelagen. En ze worden per 4 antennelagen aangestraald. Want dan kun je ervoor kiezen om 1 laag zeg maar uit te zetten en aan de andere laag te werken, onderhoud te doen, reparatie te doen. Zo. We zijn hier op het dak van de cabine, 220 meter hoog. En commerciële gebruikers zijn hier niet meer, dus eigenlijk is het dak helemaal in gebruik door de radioamateurdienst met een 8-tal slotantennes. En 1 rondstraler voor 2,70 meter. De grootste slotantenne die hier staat is voor 23 centimeter. Behoorlijk zwaar en groot ding, maar ondanks dat staat hij hier super stevig op de cabine. Die is 23 centimeter rondstralend horizontaal. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sloten. Dus en daarmee, ja, die doet het gewoon fantastisch. Die wordt ook gebruikt voor de 23 centimeter repeater PI6NOS. Nou, die antenne die we net hadden was 13 centimeter ontvangen. De converter die staat er pal naast. 3 centimeter, 10 gigahertz ontvangst, 10-200 aan de noordkant. Dit is de zendantenne voor 10 gigahertz. Het zorgt voor een fantastisch signaal overal in de hele ruime regio, tot een kilometertje of 70 rondom de toren. Dus dit zenden. Ontvangst op 6 centimeter doen we hier en op 24 gigahertz. En dat paaltje dat wordt gedeeld met de antenne die gebruikt wordt voor PI4VRZ-alpha. Noordkant had al een 3 centimeter ontvangstantenne en hier staat er nog eentje aan de zuidkant. Dat is 10.170. ATV en WebSDR. De digitale televisiezender PI6ATV staat hier op 10.290 megahertz. En die straalt dus alle digitale televisie uit die we via PI6ATV kunnen zetten. Dus al die 12 televisiekanaaltjes die we op dit moment hebben. Ja, hier in de buismast ligt dus alles wat met grote feeders te maken heeft, ook van een hobbyscoop. Deze twee jongens die zijn van de stichting en we gebruiken er zometeen eentje voor VHF en eentje voor UHF. En daar kunnen we natuurlijk nog wel meer dingen mee doen, maar die gaan dus vanaf de 20ste helemaal door tot aan 350 meter. Nou, dat was een flinke klus om dat allemaal voor elkaar te breien. Kun je nog wat doorgeven, ja. Doei!
De cabine, 220 meter. Het enige stukje actieve techniek wat hier nog staat en nog net mag, dat is het zendstation voor PI4 VZ strook Alpha. Bestaat uit gewoon een ICOM transceiver, een voeding en een remote rig. De antenne staat hier pal op het dak van de cabine, zodat ze daar door het hele land heen te horen zijn. We hebben 4 van deze antennes in gebruik. Het zijn hele oude UHF ontvangstantennes. Maar ze doen het geweldig. Ooit van rode en zwart. Door rode en zwart gemaakt. En wij gebruiken die om daar wideband FM mee te ontvangen. Wat weer doorgegeven kan worden via PI6ATV. En daarnaast hangt een Hamnet access point. Daarvan hebben we er 4 hier in de cabine. In elke windrichting staat zo'n access point. En daarmee kunnen zendamateurs in de hele wijde regio verbinden met het Hamnet. Zo, dit is de top van de buismast. Daarboven zie je het luik. Dat is het nokje van de Gerbrandy-toren. Dan kijk je dus op de platte bovenkant van de toren. Hallo, mijn naam is Peter, PA3PM en ik ben bestuurslid van de stichting Hobbyfonds Scope. We staan hier op 370 meter en dit is een van de antennes die hier staat. Deze antenne wordt gebruikt voor VHF, PR en dergelijke, want er zijn meerdere systemen gekoppeld. We gaan nu even een kijkje nemen bij de nieuwe antenne, is vandaag geïnstalleerd. En ik ga me daar even naartoe verplaatsen op een veilige manier. Dat doe ik even op deze manier. Dus de sectorantenne, dat was het vorige experiment wat we hebben uitgevoerd hier, is nu niet meer aangesloten. Want daar is deze mooie gestekte dipolantenne voor in de plaats gekomen. Schijnt enorm goed te werken. Hij staat nu aan en de ontvangst in het land schijnt verbeterd te worden. We kregen net keurige rapporten binnen vanuit Limburg, dus dat lukt heel erg goed vanaf deze hoogte. En ook weer een leuk experiment om hiermee bezig te zijn.